En superleuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb laatst een oproepje op mijn Instagram stories gedaan, waarin ik dus vroeg of mensen een beetje een out-of-the-box ingrediënt wilden noemen waar ik dan receptjes mee kon maken. Nou viel het me een beetje tegen qua out-of-the-box dingen. Ik had wel aangegeven liever geen kaviaar en dat soort dingen, want hè, budget. Maar er zat niet echt iets bij waarvan ik dacht, hey, dit is super uniek. Maar er zaten wel veel leuke ingrediënten bij waarvan ik zeker weet dat ik daar hele lekkere dingen mee kan maken. En één daarvan was dus ricotta. Ricotta, ja, wordt eigenlijk genoemd als een Italiaanse kaas, hoewel het niet echt kaas is. Het is meer een bijproduct van de kaasmakerij. Maar goed, het is in ieder geval een kaassoort. Je vindt het in het schap bij de mozzarella vaak. Ik heb deze bij de Lidl gehaald. Je zal een lekkerdere versie kunnen vinden bij een speciaalzaak, maar goed, hè, dat kost ook weer wat. Dus ja, we moeten keuzes maken daarin. Ik heb nu gewoon lekker simpel deze ricotta van de Lidl. Er zitten slechts 3 ingrediënten in ricotta, namelijk wei, melk en zout. Dus je zou kunnen zeggen dat het een niet enorm bewerkt product is. En daar worden we natuurlijk best wel blij van, want hoe minder bewerkt, hoe beter voor je lichaam. En per 100 gram zit er 150 calorieën in, 7,5 gram eiwitten, 2,9 gram koolhydraten, 12 gram vetten en slechts 0,30 gram zout per 100 gram. Dus voor een kaas zit er niet heel veel zout in ricotta, dus dat is ook heel fijn. Nou is er niks mis met zout, maar te veel zout kan tot problemen leiden. Dus kan het fijn zijn om toch een beetje op die zoutinname te letten. Ja, je kunt dus heel veel kanten op met ricotta. Het heeft een beetje een frisse, milde smaak en het is heel lichtjes korrelig. Maar niet te vergelijken met bijvoorbeeld huttekeze, wat echt flinke korrels heeft. Maar bijvoorbeeld ook niet te vergelijken met kwark, wat weer heel glad is. Dus ik vind ricotta dus heel lekker en ik heb een paar lekkere receptjes ermee bedacht die ik in deze video ga maken. Te beginnen met pannenkoeken. En ja, ik ben dol op pannenkoeken. Je kan me daar letterlijk voor wakker maken. Dus in welke vorm, maat of variant het ook komt, ik vind pannenkoeken gewoon altijd geweldig. En met ricotta erin wordt het net even wat fluffier. Dus het is een perfect ingrediënt om lekker pannenkoeken mee te maken. Dus let's go! Ik weeg altijd alles even af, want afmetingen zijn bij pannenkoeken toch vaak wel even fijn om ze perfect te krijgen. Even laten zien hoe de structuur van ricotta is. Ik weet niet of je het heel goed kan zien zo, maar glad met een hele lichte korrel. 100 gram ricotta. Doen we het voor. 1 eitje. 40 gram havermeel. Ik gebruik altijd de instant oats van ESN. Die zijn super fijn gemalen. Voorheen deed ik het altijd zelf malen, maar dan bleef ik toch nog een beetje een grove korrel. Dus dit is net even wat fijner. En ja, in zo'n zak heb je het gewoon altijd bij de hand. Dus 40 gram daarvan. 20 gram vanille-eiwitpoeder. Die is ook van ESN. Ja, mocht je dat nog niet weten, ik werk samen met ESN. Dus alles wat ik gebruik qua eiwitpoeder, supplementen, is van ESN. 20 gram. Dus als je ook iets wil bestellen bij ESN, kun je dat altijd doen met mijn code DESTINY. Dan krijg je altijd de hoogste korting. En last but not least, een halve theelepel bakpoeder. Als je het lekker vindt, kun je er ook altijd nog wat kaneel bij doen. Dat matcht altijd heel lekker met pannenkoeken en dat soort dingen. Of citroensap, als je ze wat frisser wil hebben. Bijvoorbeeld in de zomer weer heel lekker. Maar ik hou ze nu gewoon even lekker basis. Tijd om te mixen. Voilà. Nou, en wat je nu ziet, is dat het beslag echt lekker dikker is. En dat zorgt er dus voor dat die pannenkoeken ook lekker fluffy worden. Oké, er zit rauwe ei in. Dus het aflikken van het beslag is niet altijd aan te raden. Maar living on the edge. Even insprayen. Deze handige oliespray is ook van ESN. En daarmee doseer je dus de olie lekker gelijkmatig over de pan. Schiet je wat minder snel uit wat je vaak met normale olie wel hebt. En bespaar je op die manier dus vaak weer wat calorietjes. Heel fijn als je aan het afvallen bent of gewoon lekker op je gewicht let. Nou,
Ik wil even de afzuigkap uitzetten, want dan hoor je mij helemaal niet meer. Even wat hoger. Ik heb hier zin in. De olie moet trouwens even goed heet zijn, want dan bakken de pannenkoeken het beste. Dus heb vooral wat geduld. Ik denk dat we wel ready zijn. Zoals ik al zei, precies genoeg voor 4 stuks. Perfect. Ik zal het linkje naar deze pan trouwens even in de beschrijving zetten, mocht je hem ook willen kopen. And then we wait. Dat beslag is al lekker, zeg. Oh my god. 5 à 8 liter. Oh, ja hoor. Oké, dit flippen is altijd wel wat lastiger in deze pan. Of het komt door mijn spatel, maar ik krijg ze dus nooit goed terug in het vormpje. Oh, nou. Dat had ik eerder uit moeten spreken. Deze gaat ook goed. Nou, wat gebeurt hier, joh? Er staat een camera op en ineens lukt het me. Mwah. Kijk nou, deze perfecte kleur. I love it. En de kunst is dan ook om ze niet te lang meer aan de andere zijde te laten bakken. Zodat die fluffiness aan de binnenkant dus een beetje behouden blijft. Als je ze natuurlijk te lang bakt, dan wordt dat deeg te gaar. Dan gaat dat fluffy gaat dus een beetje verloren. Dit is mijn eigen aanname. Ik heb dit niet onderzocht. Maar met een beetje logisch nadenken, denk ik dus dat het zo werkt. Ja, dus nu ga ik ze eraf halen. Ik vind ze perfect zo. Ja, en voor de topping kun je dus eigenlijk ook weer prima ricotta gebruiken om ze wat frisser te maken. Dus dat ga ik doen. Gewoon even een dotje erop. Niet te veel, want het hoeft ook niet te overheersen. En het is vijgenseizoen, dus een lekkere gesneden vijg erover. En dan nog één ding. Deze suikervrije maple syrup van Sucrin. Dat is ook een merkje waar ik echt gek op ben. En maple syrup matcht gewoon lekker met pannenkoeken, maar ook met de vijg en de ricotta. Dus perfecte afsluiter. En dan is dit het bordje met goodness. Pannenkoeken op basis van ricotta. Nou, en natuurlijk ga ik ook even samen met jullie een hapje nemen. Lekker één hap met alle smaken bij elkaar. Oh, ze zijn echt super fluff. Kijk even. Oh, het is toch bizar. Mega. Oh ja. Hele goede combi dit allemaal bij elkaar. Dit is echt top. Daar ben ik weer met het tweede recept dat ik ga maken met ricotta. En vandaag ga ik er een lekkere spread mee maken waar ik een flatbread met wat groenten mee ga beleggen. En de ingrediënten die ik hiervoor uit heb gekozen zijn natuurlijk ricotta, wat verse peterselie, zout en peper en citroensap. Zo simpel kan het zijn, maar je kan natuurlijk alle kanten op met kruiden, smaken. Je kan er bijvoorbeeld ook een pittige dip van maken door bijvoorbeeld sriracha, chilipoeder, crispy chiliolie doorheen te mengen. Ja, noem het maar op. Ik ga even voor een redelijk safe optie met redelijk basis smaken. Maar ja, leef je vooral lekker uit en experimenteer. Want dat is altijd leuk. Ik maak even iets meer dan ik nodig heb. Want anders zit er te weinig in het blendertje. Dan gaat het helemaal niet goed. Peterselie, citroensap, ja, doe dat vooral naar smaak, niet te veel.
Want het moet ook niet zuur worden, maar mag ook zeker wel wat. Zo, en peper. Alright, nou, mixen. En voilà. Dan komt deze lekkere dip eruit. Je zou dit ook natuurlijk kunnen gebruiken als een soort paturijn voor bij de borrel. Dan kun je er nog wat knoflook bij doen eventueel om hem wat kruidiger te maken. Maar ik ben heel content met deze. Ik heb lekker een flatbreadje afgebakken. Dan ga ik de spread opsmeren. Geroosterde blokjes aubergine. Die heb ik gisteren al geroosterd. We hadden 5 aubergines in huis of zo. Dus ik heb dat gewoon in bulk even geroosterd. Super lekker om te verwerken bij je lunches, diners. Gewoon lekker met wat feta erop. Dus altijd perfect. En nu dus als beleg op dit flatbread. Ja, en meer heeft het wat mij betreft eigenlijk niet nodig. Dichtvouwen en eten. Nou heb ik dit met ricotta gedaan, maar je zou dus bijvoorbeeld ook dipjes kunnen maken of spreads van huttekezen, roomkaas, feta, Griekse yoghurt. Lekker wat kruiden erbij en eigenlijk heb je op die manier een hele simpele en wat bewustere dip dan wanneer je die in de supermarkt zou kopen. En ja, zeg eens eerlijk, zelfgemaakte dingen smaken toch altijd lekkerder. Mmm. Ik had ook zo'n trek, niet normaal. De smaak doet me trouwens ook een beetje denken aan die kruidenkaas. Van de Laplace, die lekkere. Oh, nou zou je daar dan wel bieslook voor moeten gebruiken, maar potato potato. Ik vergat het net te vermelden, maar dit is dus het flatbread wat ik gebruik. Het is van de Albert Heijn. En ze zijn dus wat groter dan die kleintjes die nu zo viral gaan. Kijk maar even. De schaal met mijn hoofd. En ja, ik vind ze dus ook gewoon veel lekkerder. Het deeg is wat dikkiger. Ja, ze bevatten natuurlijk wel meer calorieën omdat ze groter zijn. Dus 281 per stuk, even uit mijn hoofd. En 10 gram eiwitten, dat is best oké. En je vindt ze, tenminste in mijn Albert Heijn, waar ik altijd kom, lagen ze bij de zongedroogde tomaatjes, dat schap. Ik weet niet of dat overal zo is, maar verwacht ze niet bij de broodafdeling. Ik denk dat ze vooral staan in het pad, ja, dus bij de zongedroogde tomaatjes. Of waar je bijvoorbeeld de naambroden vindt. Maar een hele dikke tip dus. Ik hoop alleen niet dat jullie nu alle supermarkten gaan leegroven van deze en dat ik ze zelf niet meer kan vinden. Maar goed, dat is het risico wat ik hierbij neem. Hallo, daar ben ik weer met het derde en laatste receptje met ricotta. Deze keer heb ik hem bij Albert Heijn gehaald, maar dat maakt natuurlijk helemaal geen verschil. Na de pannenkoeken en de spread gaan we nu voor een lekker pastaatje. Want ricotta leent zich dus ook perfect om een romige pastasaus van te maken zonder dat het gelijk enorm vet en calorierijk is. Dus perfect. Dit receptje komt trouwens uit mijn receptenboekje. Dus die heb ik even bijgepakt. Dat kookt net even wat lekkerder. Dus laten we aan de slag gaan. Uitjes snipperen en champignons snijden. Daar begin ik mee. Ik vind het altijd fijn om eerst alles een beetje te mise en place. Dus dat ik het klaar heb staan. En daarna pas begin met koken. Zodat ik niet tijdens het koken allerlei dingen tegelijk moet doen. De laatste tijd huil ik echt weer enorm van uien. Dus ik ben benieuwd hoe het me vandaag weer vergaat. Zo, champignonnetje gesneden, uitje gesnipperd, on to the next move. Pasta afwegen en koken. Ik gebruik altijd 100 gram pasta, dat is voor ons genoeg. Maar heb je een hongerig gezin, ben je zelf hongerig, gebruik dan gerust meer, net wat je wil.
101 en de zak is leeg. Nou, perfect. Nou, dit gaat dan een minuutje of 10 koken. Je kent het wel. En in de wokpan, koekenpan, diepe pan, wat je ook maar wilt gebruiken, gaat 10 gram roomboter. Ik weeg dit altijd even af, want met olie en boter, ja, kun je er gewoon heel gauw flink naast zitten. En dat telt dan toch op in de calorieën, omdat het gewoon erg vet is. En dat is op zich niet erg, maar wel als je op je calorieën let. Dus tipje van mij, weeg dit soort dingen goed af. Als de boter goed gesmolten is, ga daar het gesnipperde uitje bij. Die fruit je even een paar minuutjes aan. Nou, na een minuutje of 2-3 kunnen de kipfiletreepjes of blokjes erbij, is maar net wat je hebt. Die bak ik ook even mee. Nou, na een paar minuutjes bakken van de kipblokjes of de reepjes, dan de champignons er ook bij. En bak je het lekker tot de champignons zacht zijn en een kleurtje hebben. Breng het op smaak met peper, zout en Italiaanse kruiden. Doe dit vooral lekker naar smaak. De ene vindt het lekker met veel peper, de ander houdt daar minder van. Net wat je wilt. Nou, en als de champignons lekker gebakken zijn, dan gaan we de ricotta erbij doen. Ik gebruik hier voor een half bakje, dus 125 gram. En 100 milliliter water, dat ga ik dus even uit het pasta pannetje halen. En dan roeren totdat er een romige saus ontstaat. Dan doe ik er nog even 20 gram parmezaanse kaas doorheen. Dit kan er ook overheen tot slot. Maar ik vind het ook lekker als het een beetje in de saus verwerkt zit qua smaak. Dus is maar net wat je voorkeur heeft. Het kan natuurlijk ook allebei als je het lekker vindt. Mocht de saus trouwens te dik zijn, dan kun je nog wat extra water toevoegen. Is het te dun, dan kun je nog wat extra ricotta toevoegen. Maar in principe zou die goed moeten zijn als je de juiste verhoudingen gebruikt. De pasta afgieten. En die gooi ik er dan bij. Wat ik trouwens altijd zo fijn vind aan fusilli, dus die kronkeltjes, is dat de smaak van de pasta daar dus echt tussen gaat zitten. En daardoor heb je bij elke hap die je neemt gewoon complete smaak. Terwijl bij andere soorten pasta heb je dat niet. En dan, dat, het is anders. Dan heb je dus niet dat de smaak echt in de pasta gaat zitten. Dus dan proef je ze wat meer los van elkaar. Tipje van mij, gebruik fusilli. En bij voorkeur dan natuurlijk ook nog de volkoren variant. Want dan heb je meer vezels. Dat is goed voor je stoelgang en daar zit je ook wat langer vol van. Nou, ik vind hem wel ready. Tijd om op te scheppen. Lekker! Ik strooi er nog even wat Italiaanse kruiden overheen extra. Net even dat vibeje. En smullen maar! Het blijft echt lekker.
vind het eigenlijk een soort carbonara-achtige pasta, maar dan veel bewuster. Nou, dit was dus het derde en laatste recept voor deze video. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn geraakt wat betreft wat je kunt koken met ricotta. Ik ben in ieder geval heel enthousiast over dit ingrediënt en gebruik het dan ook graag. Ik heb alle receptjes ook even in de beschrijving gezet, zodat je het makkelijk kunt terugvinden en namaken. Als je deze video leuk vond, zou ik het heel erg waarderen als je een duimpje omhoog kan doen en je abonneert op mijn kanaal. En mocht je een suggestie hebben voor een ander ingrediënt waarmee ik een keertje kan koken, laat dan vooral een reactie achter onder deze video. Dan wil ik heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik dat je er de volgende keer weer bij bent.